Jesse, het is niet gelukt om een zesde wedstrijd af te dwingen. Het zat er gewoon niet in vanavond? Ik denk dat eigenlijk de gehele serie dat we niet onszelf waren. We hebben wat dingen, we hebben een paar Spurs laten zien dat we wel echt tegen ze konden basketballen, maar ze waren erg sterk. En het is gewoon heel jammer dat we niet ons niveau konden halen. Toch was het begin nog wel veelbelovend van jullie. Het was een stuk beter in ieder geval dan de vorige wedstrijd. Zeker, we begonnen heel sterk. Ik denk dat we ook goed verdedigd hebben. Alleen we gaven gewoon te veel rebounds weg. Waardoor we uiteindelijk gewoon de wedstrijd niet kunnen winnen. En in het derde kwart scoren jullie maar geloof ik 8 punten. Dat is te weinig, hè? Ja, precies. In de aanval werkte niet. En we bleven voor dezelfde dingen kijken terwijl het eigenlijk niet werkte. En dat is erg zonde dat we dat zo hebben weggegeven in het derde kwart. Maar ja, er zijn ook genoeg andere dingen waardoor we deze wedstrijd hebben verloren. Dus, ja. Wat heeft dan uiteindelijk het verschil gemaakt in deze hele serie? Zij hebben als mannen gebasketbald en wij als jongens. En dat klinkt heel hard om het over onszelf te zeggen. Maar we waren gewoon niet klaar voor de task om een finale te winnen. Om een finale basketbal te spelen. En dat is een hele goede les voor elke jongen in het team. En ja, we kunnen er alleen maar van leren. Waarom lukt dat nou niet? Want je ging als koploper deze play-offs in. Ja, daar is geen verklaring voor. We stonden er niet. Zo simpel is het dan? Zo simpel is het. Is Donau al met al wel de terechte kampioen ook over het hele seizoen? Over het hele seizoen natuurlijk niet. Wij waren nummer 1 in het seizoen. We hebben het verdiend. We waren verdiend nummer 1. De halve finale hebben we een goede serie gespeeld. Maar in de finale kwam Donau wel door als het team dat terecht kampioen is geworden. Ja. Maar 4-1 is dan misschien net iets een te ruime uitslag? 4-1 is inderdaad een ruime uitslag. Het klinkt als een pak slaag. Maar ja, we waren dichterbij dan we eigenlijk dachten. En we hebben het toch iedere keer weggegeven, waardoor het toch weer een grote marge is geworden. Maar dat neemt niet weg dat we een goed team waren. En een heel seizoen gewoon constant nummer 1 waren. En het is gewoon jammer dat het zo is geëindigd. Wat voor gevoel hou je nou over aan dit seizoen dan? Ik ben nu echt pissed off natuurlijk. Maar ik heb hier wel veel van geleerd weer. En dat is de bedoeling, dat ik er veel van leer, dat het team er veel van leert, de coaches er veel van leren en de organisatie. Ik denk dat het voor de organisatie een goede stap vooruit is geweest, van de halve finale naar de finale dit jaar. En hopelijk komt de club er volgend jaar weer dichterbij. Wat moet er gebeuren om jullie die laatste stap te laten zetten, dat jullie kunnen finale van de play-offs mannen zijn? Simpel, beter basketballen. Ja, dat klinkt heel simpel. Ja, zo simpel is het. En hoe ga je dat doen dan? Hoe ga ik dat doen? Ja, er zijn gewoon heel veel aspecten dat gewoon beter kwam in de wedstrijd. En zoals ik al zei, aanvallend als zowel verdedigend, moeten we fysieker zijn, moeten we beter basketballen, slimmer basketballen. En dat moet allemaal beter.